Ah, kijk, eerst en vooral, ja, het is een fantastische avond met deze lancering. We zijn allemaal ook, we waren eigenlijk allemaal op slag verliefd op deze wagen. Van mechanicien tot directie. Het was liefde op het eerste gezicht. En het feit dat hij al zoveel verkocht is, nog voordat de mensen hem echt gezien hebben en gereden hebben. Ja, dat bevestigt toch wel dat hij echt enorm in de smaak valt. En aangezien het de grote opkomst hier vanavond ook. Buiten is een fantastisch mooie design en echt een vernieuwend design. We hebben er net de mensen die er alleen besteld hebben hier allemaal individueel begroet. En wat aan mij opvalt is dat het allemaal zeer jonge, trendy mensen zijn. De tweede is een zeer belastingtechnisch interessante versie, namelijk een hybride wagen, een plug-in hybride, die een verbruik krijgt van ongeveer een 2,5 liter. Het is een mix van een benzinemotor en elektromotoren die je ofwel al rijdend oplaat voor een stuk, of je plugt hem natuurlijk ook in gewoon overal waar je laadpalen hebt. Het leuke van dit verhaal is dat Volvo is eigenlijk het enigste merk waar onze concurrenten met zeer populaire, ik denk nu aan de Duitse wagens bijvoorbeeld, die meten de kofferinhoud in vloeibare hoedanigheid. Dus als je dan een aantal liter hebt, dan is dat fijn, maar je kan niet al die liters die beschikbaar zijn, kan je ook effectief benutten. Wat heeft Volvo eigenlijk gedaan? Zij bekijken het laadvermogen van zo'n auto in kubieke liter. Maar eigenlijk niet in vloeistof, maar in bricks, in blokken. Dat maakt dat je eigenlijk met vier grote Samsonite koffers, die je normaal niet in een van de concurrenten krijgt, nog in de grote Duitse merken, nog in de Franse, nog in de Engelse, maar dat je die wel in de nieuwe XC60 krijgt. Zonder dat je een zetel moet verzetten of een zetel moet platleggen of dat je ze moet stapelen op een vreemde manier. Nee, gewoon netjes naast elkaar. En dat kan je dus wel in de Volvo en niet met de concurrenten. Wel, sta me toe eerst en vooral de familie Van Hout en Volvo Van Hout te feliciteren met het eerst en vooral de keuze van de locatie. We bevinden ons hier in een exclusief kader. En hoe kan het ook anders voor een exclusieve lancering van een splinternieuwe Volvo XC60? Een model, zoals gezegd, dat iconisch is aan het worden voor Volvo. Het is geen toeval dat de vorige generatie XC60 wel meer dan 1 miljoen maal verkocht is geworden in de wereld. Dat betekent dat er een enorme uitdaging op ons teams, design, de fabrieken, maar ook de ingenieurs, rusten. Om dus een nieuw succesverhaal te gaan creëren met de opvolging van de vorige generatie. En dat hebben we gedaan. We bevinden ons hier naast de nieuwe Volvo XC60. En we kunnen zeggen dat het een winnaar is die we in onze handen hebben. Het volstaat om een proefrit te nemen. En dan overtuigt u zelf van de kwaliteiten van deze nieuwe Volvo. Volvo Van Hout is inderdaad een begrip, niet alleen in de Kempen, maar ook nationaal. Ik ben trots om te kunnen zeggen dat Volvo Van Hout een van mijn concessiehouders is met de grootste anciëniteit. En wie spreekt over anciëniteit, spreekt ook over zich goed voelen in het merk. En dat is een huwelijk, zoals in een goed huwelijk, een verstandshouding, dezelfde waarden delen en dat ook uitstralen naar nieuwe klanten. En we kunnen fier zijn vandaag met de transformatie van ons merk. Het merk Volvo zit inderdaad in een transformatie en steeds meer en meer klanten ontdekken de waarde van ons merk. En daar kunnen we terecht fier op zijn. Mijn eerste ervaring is een geweldige indruk over de ruimte en de uitstraling van de auto zelf. Ik vind het een fantastische ervaring. Ook bij het instappen merkt men reeds dat het gaat om een totaal nieuw concept van ruimtelijkheid en van stevigheid, robuustheid en het comfort straalt zo van de auto uit zonder dat je ermee moet rijden. Heel belangrijk in de keuze voor mij was de combinatie van het hybride concept samen met de benzinemotor. Omdat hybride met diesel kan men vraagtekens achter zetten op lange termijn. Het concept van de hybride met de benzinemotor is volgens mij toch een langer leven toebedeeld. Ik vind het een heel mooie wagen, heel mooi van verhoudingen. Ook een heel knappe gelegenheid om hem hier voor te stellen, het Art Center. En wij zijn al vele jaren trotse gebruiker van die voertuigen voor onze interventieploegen. We hebben al wel wat geëxperimenteerd met hybride voertuigen.
En ik sluit dat niet uit in de toekomst. Het zal natuurlijk ook wat afhangen van de laadpunten. Want we moeten natuurlijk ook wel zorgen dat de actieradius, snelheid en zo, dat die voldoende is om de opdrachten te doen die we hebben.